leefde eens, in een koninkrijk hier ver vandaan, een prins. Prins Philip. Prins Philip moet van zijn vader met een rijke prinses trouwen. Maar hij vindt alle meisjes super stom. Nu prins Philip de prinses heeft afgewezen, ziet Lakai Riki zijn kans. Doet u uw ogen maar dicht, want dit gaat pijnlijk worden. Ondertussen hebben de slechterikken een probleem. De grote boze wolf gaat met pensioen en er is geen vervanger. Heks Hilda krijgt van de boze wolf de opdracht om een vervanger te zoeken. Hoor jij nergens bij? Ben jij vaker boos dan blij? Kan je anderen niet uitstaan? Sluit je dan bij ons aan. De Club van de Slechterikken. Riki besluit om zich aan te sluiten bij de slechterikken. Maar dan heeft hij wel een echte schurkennaam nodig. Een naam als Repelsteeltje. Prins Philip loopt rondjes om de koninklijke vijver. En precies op dat moment verschijnt aan de overkant van de vijver een meisje. Het mooiste meisje dat hij ooit heeft gezien. Alles om prins Philip heen begint te draaien. Hij krijgt het warm. Hij krijgt het koud. Prins Philip is verliefd. Prins Philip en het meisje leven... Nee! Ho, dat is nu helemaal niet. Oh, nou, in dat geval moeten jullie allemaal...